Ik ben Raymond de Roon, voorzitter van de Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie richt zich op onderwerpen waardoor de buitenlandse handel van Nederland kan worden bevorderd. Het is immers een verdienmodel voor ons land, het is een belangrijk verdienmodel. Maar de commissie richt zich ook op ontwikkelingshulp voor landen waar het niet zo goed gaat, waardoor die landen zich kunnen ontwikkelen en dus ook economisch sterker kunnen worden, zodat ze uiteindelijk ook weer een betere handelspartner voor Nederland kunnen zijn. Nederland richt zich bij de handelsbevordering vooral op die onderwerpen waar Nederland sterk in is. Bijvoorbeeld het beheer van water, bescherming tegen water, tegen overstromingen. Maar ook het schoonmaken van drinkwater. Dat zijn sterke punten voor Nederland. En daarmee kunnen we ook zaken doen in het buitenland. Arme gebieden hebben daar vaak hulp bij nodig. Maar als we die hulp geven, dan biedt dat ook weer de kansen voor met name Nederlandse bedrijven om daarop in te springen. En daar ter plaatse ook zaken te doen. U kunt als cliënt een t-shirt in de winkel gaan kopen en u kunt zeggen: ik wil het allergoedkoopste t-shirt kopen wat er leuk uitziet. Dat zou kunnen betekenen dat dat t-shirt in een ontwikkelingsland is geproduceerd door iemand die daar onder hele slechte omstandigheden moet werken. Wij proberen de regering te stimuleren dat kleding onder maatschappelijk verantwoorde omstandigheden wordt geproduceerd. De commissie houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met de migratieproblematiek in deze wereld. Het is altijd beter als landen in het buitenland waarmee wij handel wilden drijven stabiel zijn, vreedzaam zijn. En daar moeten zij zelf aan werken, maar soms kunnen we daar een steentje aan bijdragen.